Ja, en laat ik dan reageren op de heer Van Meijeren. Ik heb me wel verwonderd over zijn bijdrage. Misschien wel het belangrijkste debat van het jaar. Op het belangrijkste podium eigenlijk dat we hebben in Nederland, de Tweede Kamer. Had u eigenlijk een betoog waarin u vooral over zichzelf sprak. Een verhaal vol zelfmedelijden. En de heer Van Meijeren betreurt het dat ik niet inhoudelijk met hem van gedachten heb gewisseld in het vorige debat dat we hadden. En hij wil weten wat ik versta onder een complottheorie en waarom ik het nodig vond het woord complottheorieën te gebruiken. En laat ik die inhoudelijke reactie dan ook maar geven. De Rijksoverheid hanteert de volgende definitie voor complottheorieën. Complottheorieën zijn een specifieke vorm van des- of misinformatie, waarbij mensen de overtuiging hebben dat bepaalde gebeurtenissen of situaties in het geheim en achter de schermen zijn gemanipuleerd door machtige groepen met verkeerde bedoelingen. En ik gebruik dat woord inderdaad in relatie tot de bijdrage van de heer Van Meijeren, omdat hij uitspraken doet die feitelijk onjuist zijn en potentieel, dat heb ik toegelicht de vorige keer, ook schadelijk. Hij sprak in dat vorige debat over corruptie in het parlement, in de regering, in de rechterlijke macht. En letterlijk zegt Van Meijeren in zijn betoog, het systeem als zodanig is corrupt, tot op het bot. We zouden leven in een postdemocratisch tijdperk waarin we steeds meer bewegen in de richting van een totalitaire staat. Machtsuitoefening zou op ondemocratische wijze plaatsvinden. En vervolgens spreekt Van Meijeren over ontwikkelingen die hem zorgen zouden baren, ontmenselijking en uitsluiting, onteigening onder valse voorwendselen, buitensporig politiegeweld, het leger dat zou worden ingezet tegen weerloze burgers, door de staat opgedrongen seksuele indoctrinatie, door de staat opgedrongen ideologieën. En ja, voorzitter, ja, dat betitel ik als complotretoriek, omdat het dat is, omdat het een onjuiste weergave van de werkelijkheid is en die moeten we weer spreken. En je kunt natuurlijk zeggen, het is gewoon onzin, dat is het ook, dat is het ook, maar het is ook schadelijk. Omdat het narratief voedt van een kwaadaardige elite die aan de macht is en de bevolking wil onderdrukken en de belangen van haar bevolking verkwanselt. Dat is het narratief dat wordt gevoed. En aan het einde van de dag kan dat de democratische rechtsstaat ondermijnen. Omdat het van die democratische rechtsstaat en van de vertegenwoordigers van die democratische rechtsstaat de vijand maakt. Rechters en politieagenten en ambtenaren en volksvertegenwoordigers, mensen die iedere dag gewoon hun werk doen voor de publieke zaak, die worden daarmee verdacht gemaakt. En daarop wil de heer Van Meijeren dan graag een inhoudelijke reactie. Nou, dit is mijn inhoudelijke reactie. Stop ermee. Stop er gewoon mee. Stop met dit soort pyromanenpolitiek. Stop met het aanwakkeren van vijandschap. Stop gewoon met het verspreiden van complottheorieën. Stop ermee. Heer Van Meijeren. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. De minister geeft aan dat hij niet op mij inging inhoudelijk of dat hij het wegzette als complottheorie, omdat het gewoon complottheorieën zijn. En die voorbeelden die hij noemt, die komen volgens mij niet overeen met de definitie van complottheorie die de minister zelf geeft. Want laten we er een paar uitpikken. Dat mensen die geen QR-code hadden, werden uitgesloten van het sociaal-maatschappelijk leven. Is dat een complottheorie? Dat er buitensporig politiegeweld is gebruikt tegen weerloze demonstranten, waarover zelfs vanuit de Verenigde Naties forse kritiek op Nederland is gekomen. Is dat een complottheorie? Nee, dit zijn zorgen die ik heb als gekozen volksvertegenwoordiger, omdat hier grondrechten van burgers in het geding zijn. Deze minister is verantwoordelijk voor de bescherming van onze grondrechten. En daarom zou ik verwachten dat hij zou toelichten waarom dat geweld naar zijn oordeel wel gerechtvaardigd was, een inhoudelijk debat. En de minister zegt, nee, dit zijn complottheorieën en daarom ga ik er niet op in. En dat hij er niet op ingaat, dat is dan zijn inhoudelijke reactie. Daarmee spreekt zichzelf ook enorm tegen. Plus, en dat wil ik toch nog eventjes benadrukken, de belangrijkste vraag die ik gesteld heb is hoe de minister zijn weigering om die vraag te beantwoorden beschouwt in het licht van de ministeriële verantwoordelijkheid. De minister. Nou, de ministeriële verantwoordelijkheid die ik heb is dat ik mij hier te verantwoorden heb in het departement, of in het parlement moet ik zeggen, over alles wat ik op het departement doe.
Waartoe ik besluiten neem. Het beleid dat we voorstaan, daarover leg ik verantwoording af hier in het parlement. Dat is de ministeriële verantwoordelijkheid. Ik heb mezelf hier teruggevonden in ongeveer een wekelijks coronadebat 2 jaar lang. Dus me dunkt dat ik me over alle keuzes in die periode heb verantwoord. Nu heb ik een andere verantwoordelijkheid. Ik mag mij deze week verheugen in 8 debatten, volgende week verheugen in 9 debatten. Dus me dunkt dat ik ook deze dagen best vaak in de Kamer te vinden ben om het te verantwoorden. En dat is inderdaad de ministeriële verantwoordelijkheid die je hebt. Je draagt de verantwoordelijkheid voor het beleid en je legt daarover verantwoording af. En vervolgens leidt dat dan tot een oordeel van de Kamer. Daar heeft de heer Sneller, denk ik, behartenswaardige woorden over gezegd. Want stel je nou eens voor dat de heer Van Meijeren het heel erg oneens zou zijn met deze minister. En zou zeggen, nee, de vertrouwensregel die de basis is voor de ministeriële verantwoordelijkheid. Die zegt mij dat ik niet langer vertrouwen kan hebben in deze minister. Dan is daar een heel gebruikelijk parlementair instrument voor. En dat is het indienen van een motie van wantrouwen. En als die motie van wantrouwen een parlementaire meerderheid zou halen, dan is het einde oefening voor deze minister. Dus ja, dat is parlementaire werk gewoon. Maar als ik het betoog hoor van de heer Van Meijeren de vorige keer, dan kijkt hij ook op zo'n manier naar zijn collega's dat hij zegt, ja, ik heb helemaal geen vertrouwen meer in dat debat op een normale manier gevoerd kan worden. En vervolgens gebruikt hij dan het woord kartelpolitici en zo. En dat is precies waar aan het gebeuren is wat ik de vorige keer heb betoogd en wat ik dus ook deze keer betoog. Dat is namelijk dat je daarmee, het is sowieso onzin natuurlijk, maar het is ook schadelijke onzin. Het is gevaarlijke onzin, omdat je daarmee medeparlementariërs die gekozen zijn en voor de publieke zaak iedere ochtend hier naar het werk komen en de goede dingen wensen te bepleiten en het kabinet wensen te controleren, dat je die medeparlementariërs eigenlijk ja, tot een vijand van de democratie maakt. Hè? Van, ja, jullie doen toch niet wat wel je taak zou zijn. Hè? Dus je maakt ze eigenlijk verdacht. Dat is heel onverstandig. Het parlement is het hoogste orgaan dat we hebben in onze democratische rechtsstaat. En daar kun je niet zomaar op deze manier over spreken. Dus ik vind ook dat als dat soort dingen aan het gebeuren zijn, dat ik dat moet weerspreken. Nou, dat is maar een heel klein voorbeeld. Ja. En ik ga juist niet op al die complotten in, want daarmee zou ik precies doen wat de heer Van Meijeren wil. En dan zou ik dat complot als een serieus verhaal zien. Dat het waard is om serieus becommentarieerd te worden. En dat is het nou juist niet. Het complot is gevaarlijk. Het complot voedt een narratief van een kwaadaardige elite die het gemunt zou hebben op zijn eigen volk. En ik vind dat dat soort complotten geen ruimte verdienen hier in de allermooiste vergaderzaal die we hebben in het land. Dit is het belangrijkste podium. U heeft een geweldig retorisch talent, zou ik daaraan toe willen voegen. Maar als u het nou eens ten positieve zou gebruiken, dat zou toch een wereld van verschil maken. De heer Van Meijeren. Ja, voorzitter. De minister geeft aan dat hij wel degelijk voldoet aan zijn ministeriële verantwoordelijkheid, omdat hij hier uren per week in de Kamer staat. Volgens mij is dat niet het geval zolang de minister de lastige vragen en de ongemakkelijke waarheden schaamteloos wegwuift als complotretoriek. Het gaat juist om die ongemakkelijke feiten en waarheden die het licht laten schijnen op de oneigenlijke belangen die wel degelijk betrokken zijn bij de besluitvorming. Voor wat betreft de motie van wantrouwen, natuurlijk, zoals ik ook in reactie op de heer Snelle heb gezegd, zou dat in een functionerende democratie een goed instrument zijn om een minister weg te sturen wanneer de Kamer het vertrouwen in een minister opzegt. Maar wat we in de praktijk zien is dat er geen sprake meer is van dualisme, maar dat de Kamer in de greep is van de regering. En dat in het verleden, als een minister hier leugens zou verspreiden of de Kamer verkeerd zou informeren, was dat nog een politieke doodzonde en dan kon er nog een motie van wantrouwen aangenomen worden. Tegenwoordig zien we dat alleen nog maar gebeurt als het kabinet zelf ziet, oh, we gaan hier niet meer mee wegkomen, er is te veel maatschappelijke onrust, okay, dus laten we maar even iemand een kop laten rollen, zodat er weer een nieuw poppetje voor in de plaats kan komen. En ik zou graag willen afsluiten met dat de minister hier blijft beweren dat mijn daadwerkelijke, feitelijk onderbouwde zorgen allemaal complotretoriek zijn. Dat dat niet bijdraagt aan het oplossen van de spanningen en polarisatie in de maatschappij. Juist deze weigerachtige houding zorgt ervoor dat mensen op zoek gaan op internet naar andere informatie. En ik probeer hier al 2 jaar lang in contact te komen met de minister, een inhoudelijk gesprek te blijven voeren, verbinding te maken. En dat dat wederom niet lukt en dat de minister blijft herhalen wat hij eerder al gezegd heeft, dat vind ik heel treurig en ook gevaarlijk voor de democratie. De minister. Ook dat is een retorische truc. Hè? Dus precies datgene
overnemen, wat echt het tegenovergestelde is van datgene wat u zelf hier betoogt en aan het bereiken bent. Misschien mag ik u een voorbeeld noemen. Ik word met enige regelmaat word ik aangesproken op straat. En dan wordt er gezegd, let maar op, de tribunalen komen. Dat soort teksten. En dan is het vaak iemand waarvan je denkt, oei, zou het wel goed gaan met hem of zo. Hè? Zou die ze wel alle 24 in een kratje hebben, dat denk ik dan. Ik was op Noordse Jazz. Toen stond ik met mijn vrouw gewoon Noordse Jazz. Fantastisch, het mooiste evenement wat er is. En toen stond er een jongen voor ons, die stond me al de hele tijd aan te kijken. Dat is wel eens vaker, dan denken ze, hey, die ken ik van televisie. Maar deze jongen, daar was iets mee. En die kwam ook achter ons aanlopen. En wij gingen van het ene concert naar het andere. En toen sprak hij ons, hij tikte hem op mijn rug. Hij zegt, bent u Hugo de Jonge? Ik zeg, ja. En hij zegt, er komen tribunalen. Allemaal dezelfde teksten, eigenlijk die u hier staat uit te kramen in de Kamer. Al dat soort teksten, die doen iets. Die doen iets met mensen, zeker met mensen die toch al kwetsbaar zijn, die doen iets. En die legitimeren ook, in potentie in ieder geval, legitimeren anderen ook om, om ik weet niet wat te doen. In ieder geval honderden, duizenden haatreacties op mijn sociale media te plotten. Zeker als u heeft getwitterd en mijn naam heeft gebruikt. Maar misschien ook wel erger. Ik zie ze natuurlijk aan de voordeur. En ik zie ze bij ons aan de voordeur dezelfde taal uitkramen als u hier in de Kamer. Ik wil maar zeggen, datgene wat u hier uitkraamt is niet onschuldig. Het blijft niet zonder gevolg. Dat rapport van de Universiteit Utrecht van anderhalve week geleden in opdracht van de Tweede Kamer laat dat ook zien. Hè? Dus de taal die hier wordt uitgekraamd in de Kamer blijft niet zonder gevolg. Die taal heeft effect. Heeft effect op mensen, vaak mensen die het toch al moeilijk vinden om vat te krijgen op de wereld om hen heen. Mensen die kwetsbaar zijn, maar goed, mensen die zich in ieder geval gelegitimeerd voelen tot haat, tot gescheld, tot allerlei uitingen op social media, maar ook gewoon bij ons aan de voordeur, gewoon op straat, wat ik zeg, op Noordse Jazz. Dat zou u ook niet moeten willen en u zou daar echt mee op moeten passen. Dus nee, ik ga niet op alle complottheorieën in. Mijn inhoudelijke reactie is, stop ermee. Stop met het verspreiden van complottheorieën. Stop met het zaaien van haat. We hebben er geen gebrek aan. We hebben een genoeg aan polarisatie. Een teveel aan polarisatie. Stop ermee. En ook de minister vraag ik om via de voorzitter te spreken. De heer Van Houwelingen, afrondend graag. Ja, voorzitter. Van Leiden, sorry, ik verwar u met uw collega. Als de heer De Jonge in zijn privéleven te maken krijgt met vervelende berichtjes of op straat een keer op zijn schouder wordt getikt, dan vind ik dat heel vervelend voor hem. En nu heb ik zelf het woord tribunalen nooit in mijn mond genomen. Ik heb hier wel heel veel aandacht besteed aan oneigenlijke belangen die schuilgaan achter de besluitvorming. Ik denk dat heel veel boosheid en frustratie bij mensen veroorzaakt wordt, juist door woorden die deze minister zelf gebruikt. Als hij zegt, we weten waar de ongevaccineerden wonen en we gaan wijk voor wijk, straat voor straat, arm voor arm, gaan we naar ze toe. Als de minister woorden als complotdenker gebruikt of het heeft over wappies, een dehumaniserende aanduiding waarmee de minister eigenlijk zegt, jullie zijn inferieur, het is prima dat jullie in elkaar geknuppeld worden op het Malieveld. Volgens mij zijn dat de oorzaken van de polarisatie. Ben ik hier degene die juist inhoudelijk het gesprek aan wil blijven gaan? En dat deze minister hier blijft volhouden dat een gekozen volksvertegenwoordiger die een inhoudelijk debat voert en systeemcorruptie ter sprake wil brengen, dat die de oorzaak is van de spanningen en polarisatie. En dat een minister die deze woorden uitslaat en overal weigert op in te gaan dat niet is, ja, dan zou ik deze minister toch graag een spiegel willen voorhouden. Want volgens mij is deze minister degene die hoofdverantwoordelijk is voor vrijwel al die spanningen en polarisatie waar we nu mee te maken hebben. Afronden tenminste. Stop ermee. Dat was mijn inhoudelijke reactie op al dit soort complotretoriek. Stop ermee.